Nederland is een vruchtbare, maar ook dichtbevolkte delta. Ons land heeft de uitdaging om het landelijk en stedelijk gebied optimaal te gebruiken voor het behalen van vele maatschappelijke doelen. Voedsel en groen zijn hierbij essentieel. De centrale vraag is hoe we de diverse functies en kwaliteit van het landschap zo optimaal mogelijk kunnen laten samenkomen. En hoe we een gezonde bodem behouden voor het telen van goede, gezonde en duurzame gewassen. LTO Nederland vraagt van het nieuwe kabinet. Ten eerste, behoud de landbouwgrond en creëer waar mogelijk extra. Dit biedt kansen voor natuurinclusieve landbouwvormen en het tackelen van klimaat- en wateropgaves. En daarbij het verlichten van de druk op grond. Ten tweede, maak ruimte voor vrijwillig meervoudig grondgebruik waarin verschillende functies samenkomen. En als laatste, verleg de focus van mestbeleid naar bodembeheer. Duurzaam bodembeheer en bodemvruchtbaarheid staan aan de basis van een gezond bedrijf en een gezonde omgeving die werkt voor milieu en klimaat. Wilt u meer weten over onze inzet op de kabinetsformatie? Ga naar www.lto.nl.